2012 is het programma Jeugdimpuls gestart. 2 jaar lang hebben scholen in het hele land activiteiten ontplooid die bijdragen aan een gezondere leefstijl van kinderen en jongeren. Veel scholen zetten in op bewegen. We hebben zeker een groep leerlingen die minder actief is. Vandaar dat wij ook het Alle Leerlingen Actief project zijn gestart op school. We proberen door middel van een fittest te kijken welke kinderen wat minder actief zijn. En die op een bepaald moment, door middel van motivatiegesprekken, extra sportaanbod te creëren. En kijken of we het kind zelf kunnen motiveren. En dat hetzelfde uitspraken gaat doen van, ja, ik vind eigenlijk toch wel dat ik meer moet gaan bewegen. En niet zozeer dat wij dat vinden. Ook voeding is een aspect dat in veel initiatieven een plek heeft. We hebben allemaal bonen en wortels en aardappels en uien. En als we klaar zijn, dan kunnen we ze weggeven. Of we kunnen ze gewoon lekker salade van maken of zo. En dan kunnen we lekker gezond eten. Maar een gezonde leefstijl is meer dan bewegen en gezond eten. Goed voor jezelf zorgen is belangrijk voor lichaam en geest. Het is natuurlijk als mens zijnde heel belangrijk om goed in je vel te zitten. Op het moment dat je goed in je vel zit, dan merk je ook dat het leven makkelijker wordt. Het bevorderen van de gezondheid voor leerlingen staat op steeds meer scholen hoog op de agenda. De verschillende initiatieven die onder Jeugdimpuls zijn ontwikkeld, blijken een goede inspiratiebron voor andere scholen.